Goedemorgen, we zijn op vrijdag, dus vrijdag Burning Man. Ik word wakker, ik doe even mijn bril op, maar het is echt, ik zie er zo gaar uit. Ik heb volgens mij gisteravond niet de hele vlog afgesloten, maar ik ben vandaag bij Burning Man. En gisteren zijn we naar Major Lazer gegaan. Yay, Major Lazer! Major Lazer met Skrillex en met nog meer mensen. En het was zo awesome. We gingen met de hele groep, maar we raakten elkaar kwijt na letterlijk 10 seconden in de crowd. Dus Gregor, Jimboy en ik waren de enigen die overgebleven waren. En we hebben nog gezocht, maar het was echt niet te doen. We hebben echt zo hard staan feesten daar. Het was zo enorm leuk. We hebben gefeest. En echt helemaal tot het einde ook. Volgens mij was dat iets van 4:30 of zo. En toen zijn we nog gaan lopen. En ik weet gewoon niet eens meer wat. Soms heb ik soort van een zwart gat. En dan weet ik gewoon niet meer wat er is gebeurd. Maar het was wel echt onwijs gezellig en leuk. En lekker een stukje fietsen ook. We hebben naar een hele grote bal staan kijken die van licht. Dat is zo mooi. En dat was precies de bal die Foef ook op zijn fiets heeft. Dus dat was zeg maar heel bijzonder. En ook andere art cars die voorbij reden. En alle outfits van mensen was ook wel heel leuk om te kijken. We kwamen 4:30 ook bij onze fiets aan. We waren met de hele groep met de fiets gekomen. En toen zagen we dat alle fietsen dus ook weg waren. Maar die van Hella lag er nog. Dus dat was zeg maar een stukje van de puzzel. Oeh, Hella is er dus wel nog ergens. Maar dat is het hè. Iedereen gaat ook los of doet zijn eigen ding. En het is sowieso wijs leuk. We waren gisteren nog naar een hip-hop party, dat was ook wel lachen. En we willen eigenlijk nog naar Robot Heart. Dat is dus het allerpopulairste feestje van Burning Man. Maar wij zijn er vorig jaar niet geweest, want we konden het niet vinden. En het is zeg maar vooral bijzonder wanneer de zon opkomt. Maar wij redden dat steeds niet. Dus zijn we zo moe. Ik denk, we gaan wel terug. Vandaag gaan wij als vrijwilligers helpen bij Limonadestand. Super zin in, want ook Danny heeft bijvoorbeeld ook aangegeven dat hij dan wil DJ'en daar. En ja, gaan we gewoon limonade uitdelen. En dan is dat het heel populair, eten en drinken uitdelen. Dus dat wordt lekker gezellig. Een paar uurtjes gaan we dat doen. En verder hebben we niet echt iets op de planning staan volgens mij. We zien wel waar we uitkomen. En hoe en met wie. Oeh. We hebben net even ontbeten. Ik heb gewoon mijn party outfit van gisteren nog aan. Het was zo koud vannacht. Ik lag in bed en uiteindelijk, het was echt iets van 3 graden of zo. Ik heb mijn kleren maar aangehouden, ik heb me ingewikkeld en nog steeds had ik die ijskoud. Dus ja. Oh ja, ik heb nog wel een leuk verhaaltje. Gisteren ging iedereen dus een drankje doen. En iedereen heeft in de winkel drinken gekocht en wij hebben dus dit onder andere gekocht. En het soort margarita mixer. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga rebels doen. Laat ik ook even een drankje doen. Dus uiteraard ga ik voor de lime. En ik deed het in een glaasje. En het was zo vies en smerig en zuur. En ik vond het, iedereen vond het, jezus, gadverdamme. En ik dacht, nee, weet je wat, ik ben strong. En misschien kan ik niet zo goed tegen, maar ik drink het op. Wat blijkt het gewoon, zeg maar, dit moet je mixen met alcohol. Dus het is expres zo zuur, want je moet het verdunnen met iets. Top, ik heb er gewoon nog steeds last van. Gewoon het zuur, lach. Oké, ik heb een beetje opgefrist. Dit is wat ik vandaag heb. Dit kan beter, maar dit gaat vanzelf loszitten op een gegeven moment. Zo, en dan heb ik dit badpak aan. En dit broekje, zo. En deze erbij. Zo. Oh, wacht, ik moet achter me. Zo. Dit is de look. Kijk wie we hier hebben. Antje. Hoe vind je het? Ja. Heftig, hè? Dit ook allemaal. Ja, ik vind het heel heftig, moet ik echt zeggen. Het moet er nog even inkomen. Ik moet er heel erg inkomen. En ik vind het gewoon heel lastig, zeg maar, alles stof. En ja, dit ook. Dit. Deze situation. Ja. Het is gewoon heftig. Maar het is wel fun. Gisteravond was ook echt leuk. Nee, het is gewoon heel bijzonder dat je allemaal verschillende mensen hebt van over de hele wereld. Mm-hmm. En dat je gewoon de hele... Het is echt een soort van speeltuin voor volwassenen. Ja,
Dus je bent de hele dag ben je gewoon aan het spelen. Ja. En 's nachts ook. Is heel erg. Ik ben alleen gewoon heel moe, dus ik moet er echt nog best wel inkomen dat ik doorhaal en zo. Ja. En we slapen maar, een paar keer per dag. Dus ja, we doen echt dutjes elke keer van wat zei Danny nou? Vijf kwartier. Ja, en we maken elkaar de hele tijd wakker. Kom op, pak maar eten. En we met 9 man. Dus ja. Dat is vet grappig. Ja, dus het is elke keer zo'n riedeltje. Maar het, ja. Weet je wat ik het leukste vind is dat we gewoon met z'n allen zijn. Ja. Echt zo'n klein mini familie. We hebben echt een leuk groepje. Heel ook. Leuk. Dat is het allerleukste. Ja, en dan gaat de een weer met z'n drietjes daarheen. Die gaat weer alleen. En dan gaan we met z'n allen. En ja, het is wel heel bijzonder. Ja, het is echt wel heel bijzonder. Het is het meest bijzondere wat ik ooit heb meegemaakt. Maar ook wel... Het meest vieze. Anne heeft gisteren in Sennercamp op de grond geslapen. Dat is dus het centrale punt met allemaal mensen. Dat was echt dat ik dacht, wauw Anne, voor jou doen. Dat je op de grond bent gaan liggen. Maar wel met mijn hoofd op mijn eigen... Ja, maar gewoon mijn wel eigen met... kussen of zo. Ja. Tas. Maar het is heftig hoor. En we, weet je, ook qua zon en uitslagen. Ja, we hebben allemaal een beetje last van onze huid. En, ja, en gewoon vieze ja, poe-tattoo eraf. De poe-tattoo is eraf. Ja, nee, maar het is fun. Hier echt er allemaal tattoos. Ja, ik serieus op poep. Gisteren liet ik het heel trots zien kijken. Maar ik heb wel, kijk, ik had heel veel haar, dus het lukte niet. Maar hier heb ik geen haar. En daar plakt het dus wel. Dus daar plakt het ook wel echt goed meteen. Ja, is wel mooi ook. Dus ja. Superleuk. Oh, en we zagen gisteren iemand met Anna's pakje in leggingvorm. Met mijn leopardpak. Ja. Ja, deze is gewoon nog redelijk safe en clean en goed. Ja, zo. Dus, ja, veel schone maar kleren. Maar dit ben je elke dag hier aan doen. Ja, kort. Maar ook s'avonds een stukje. Gisteren ben ik vergeten hem af te sluiten. Oh ja. Cool. Ah, ja. Oké, okay, see you later. Bye. Hey. Oh, we hebben dus net een lemonade stand gedraaid met z'n allen. En het was zo leuk. Het begon... Kijk, Gregor en ik hadden ons opgegeven als vrijwilliger voor een limonade stand. En toen kwamen er dus ook chips en salsa bij. Toen nog twee mensen geholpen. Nou, vervolgens gingen Danny en Anna en die gingen dan DJ'en. En Twan die ging MC'en. We hadden dan muziek erbij. Vervolgens gingen Hella, Penny en Sana die gingen proppen. Dus die gingen mensen halen naar onze stand. En op een gegeven moment stonden er echt meer dan 100 mensen in de rij. En iedereen was zo happy en zo leuk. En gewoon een beetje limonade vullen. En de anderen deden dan chips. En dan alsjeblieft. En het was echt zo van echt een vet veel mensen met een GoPro trouwens. Dus... Mocht je me ergens tegenkomen, ik zal zelf ook wel even zoeken naar alle filmpjes uiteraard. Maar ja, dat is echt zo cool. Dit was echt absoluut, absoluut een van de leukere dingen die ik ooit in Burning Man heb gedaan. Om zelf een steentje te draaien, zeg maar. En te voelen hoe dat is, dat iedereen dankbaar. En cadeautjes, kijk, ik heb kijk hoor. Ergens hier hangt een button. Nou, die zal ik even laten zien. En ook snoep. En ja, het is awesome. En we zijn in de tent. Mm-hmm. Poef, hoe erg is het? Kijk. Dit is niet normaal, de dust. Kijk, kijk. Er is echt een hele heftige duststorm nu. Ik heb net bij Hella even een dutje gedaan. Kijk, Oké, het is echt gewoon de ergste dusty day tot nu toe. En we hoorden vandaag iemand ook zeggen dat het 2007 de laatste keer was dat het zo erg was. Het is echt, je ziet niks. Nee. Ik loop even naar Hella. Ja. Hey, het is weer avond en we hebben gewandeld, gefietst, fun gehad. En we hebben dit gegeten ook. We gaan nu even een dutje doen. Oh wauw, mijn lens is zelfs stoppig helemaal. En ik ga gewoon met mijn jas aan liggen. Het is zo koud. Maar daarna kunnen we lekker ook feesten en zo. Maar nu eerst een dutje. Ja. Ik ga de vlog voor vandaag afsluiten. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Doei! Dag! Dag! Ik zei van, mag ik een kaart uit kiezen? En toen stond er op de star. Toen stond er een vrouw op. Toen zei hij, ja, je hebt een heel groot bereik. En dat is echt heel bijzonder. Huh?